Mijn naam is Witold Kupinski, hoofdredacteur van Dutch IT Channel. Ik sta hier bij Kasteel Hoge Vuurse en vandaag organiseren we een roundtable met als titel Hoe zorgt een MSP voor cyberimmunity? En wij denken zelf dat het onderwerp heel belangrijk is, omdat we steeds meer ransomware aanvallen zijn, phishing aanvallen. Het loopt de spuigaten uit en wij denken dat IT-resellers hun klanten goed kunnen ontzorgen met as-a-service diensten, met security diensten, met endpoint security diensten. En we spreken hier met een aantal deelnemers. Het is een prikkelende titel natuurlijk, omdat wij geloven dat cyberimmunity, echt immuun kun je eigenlijk nooit zijn. Maar je wil als MSP wel de kans zo klein mogelijk maken dat je aangevallen wordt en dat je ook daadwerkelijk besmet wordt door ransomware of malware. Ik wilde heel graag hier aanwezig zijn, omdat wij natuurlijk als platform Equinix met een ecosysteem van klanten, van partners en van cloud samenwerken. En die klanten hebben allemaal vragen over security. Die krijgen wij eigenlijk dagelijks gesteld. Als het dan niet is in de cloud, is het rond de cloud, is het fysiek. En ik ben eigenlijk altijd geïnteresseerd om daar meer over te weten, om daar ook over te kunnen vertellen wat Equinix doet in zaken security en de fysieke beveiliging van de data. En ook het ontmoeten van de partners. Partners die we vandaag nog niet in onze ecosystemen of net wel, waar we die powers kunnen opbouwen. Ja, je ziet natuurlijk nog steeds heel veel ransomware attacks. Dat blijft een enorm interessant verdienmodel. Ik las laatst dat het geld wat omgaat in ransomware zelfs meer is tegenwoordig dan de drugshandel. Dus het geeft gewoon aan dat het heel lucratief is. Maar los daarvan zie je steeds meer supply chain attacks en ook aanvallen op productie of manufacturing plants. Ik denk dat kennisdeling heel belangrijk is hierin. We lopen best wel een beetje tegen uitdagingen aan in de business, hè, zeker op het gebied van security. Je ziet dat het eigenlijk steeds belangrijker onderwerp wordt in heel veel verschillende branches. En ik denk dat het heel goed is om de kennis te delen, om ervoor te zorgen dat we meer preventief bezig zijn en dat we achteraf aan het proberen zijn om de zaak weer op orde te krijgen. Dus ik denk dat het heel goed is om het regelmatig te doen. Nou ja, los van endpoint security, wat natuurlijk iedereen kent, zijn er steeds meer technologieën op de markt die je kunt gebruiken om je organisatie veiliger te maken. Dan kun je denken aan EDR, wat staat voor Endpoint Detection and Response. MDR, dat is Managed Detection and Response. Maar ook het afnemen van bijvoorbeeld threat intel feeds om trends op de markt binnen een bepaalde sector te zien. Die partners die zitten vaak al bij klanten aan tafel en die leggen die vraagstukken uit. Dus ik vind het goed om het te begrijpen en om de samenwerking, om samen te kunnen optreden op die klanten, om ze die secure omgevingen te kunnen bieden waar ze naar vragen.